een mediatraining geven. Hij doet het bijna nooit meer, maar voor de paardensporters van het Rabobank Talententeam maakt hij een uitzondering. Ik deel gewoon ervaringen. Dat is wat ik doe. En ik vind het heel mooi om talenten te zien die je in de toekomst ook weer tegenkomt. Kijk, ik laat ze gewoon ervaringen zien van interviews of zaken die ik heb gezien. Of goede voorbeelden waar ik heel blij van werd. En waar zij ook merken dat zij ook blij van worden als ze ernaar kijken. Wat wil je ze meegeven? Wees je bewust. En het zijn gewoon clichés. Wees bewust, wees jezelf. En tegelijkertijd is dat heel moeilijk. Kijk, het wordt een probleem, vind ik, als je er omheen wilt. Dat wordt een probleem. Maar omdat je... Jullie hebben zoveel kennis. Zoveel kennis. Deel die kennis ook in zo'n vraag met ons. Deel het gewoon. Ik vind het mooi als mensen hun passie delen. Dus jij hebt een passie voor paardensport. Nou, deel dat dan met me. Want ik weet er te weinig van. En dat geldt voor heel veel collega's. Nou, laat het me dan horen waarom jij gepresteerd hebt of niet gepresteerd hebt. Want ik zie ook dingen zie ik niet. Ik zie jouw hulpen niet. Ik zie niet waar het fout gaat. Help me daarin. Vertel je passie. En daarmee denk ik, als je je passie deelt, deel je ook veel meer informatie. We hebben gewoon lekker 160 keer met lang in je eentje op het paard zitten. En gewoon lekker niemand om je heen. Yes. Ik zit in mijn zone. Ja, precies. Yes. Ja, sowieso is het heel erg bijzonder om Bert de Tam te ontmoeten in het echt. Je ziet hem eigenlijk altijd op tv. Dus het is ook maar gewoon een normaal mens, zeg maar. Dus, maar hij was wel heel erg enthousiast en hij gaf echt wel de juiste tips waar we echt iets mee konden. Dat je jezelf moet blijven en dat je dingen moet doen waar je achter staat en die je leuk vindt en waar je energie van krijgt. Want anders dan werkt het alleen maar tegen je. Schouder aan schouder. Yes.